heeft hij nu een taxi besteld? Ja. Kom erin. Ah, dan zit u goed. Oh, zit u op slot? Oh, ja, sorry, kinderslot. Normaal nemen jullie alleen maar minderjarigen mee. Nee, normaal. Deze komt even binnenwandelen, hé. Gaat het even niet? Welkom, Marit. Hey. Welkom in onze fake taxi. Ja, waar mag de reis naartoe? Is dat het? Ja. Dit is fake taxi. Hier, heb je ons hier zo, heb je dit niet gezien? Oh ja. Maar ik wist helemaal niet dat ik daar aan meedeed. Jij hebt contact gehad met Marit. Ja. Ik heb wel verteld wat we gaan doen, maar ik heb nog niet gezegd hoe het heet. Dus surprise. Surprise. Waar moet jij heen? Ik heb een feest vanavond. Of een feestje. Nou, dat organiseren wij zelf. Moeten we eventjes langs de feestlocatie dan? Nou, laten we daar naartoe gaan, ja. Hoe gaat die? Lekker. Ja, goed. Ja, gaat die lekker? Gaat heel goed met mij. Ik ben een beetje aan het leren om niet meer te zeggen van, ja, lekker druk. Want wat is druk eigenlijk? En iedereen zegt dat. Ja, en ja, het gaat goed. Ja, het gaat gewoon heel goed. Ja, het gaat goed. En hoe gaat het met jullie? Ja, gaat goed. Ik zit al de hele dag in de auto. Ja, wat een wereldreis, hè? Ja, niet normaal. Oh, dat is altijd zo verre, Venray. En we zijn onwijs blij dat we video's mogen maken. En dit nieuwe ideetje, wat een beetje fout klinkt, waar wij dan weer een beetje om kunnen lachen. Dat vinden we leuk. Ja, ik denk als ik nu een foto doorstuur naar Dylan, dat hij zegt direct naar huis komen. Maar nu! Hey Marit, zijn er eigenlijk vooroordelen over jou? Ja. Nou ja, vooroordeel, ik denk misschien niet per se bij kijkers of zo, maar het is zo dat, dit is wel leuk om te vertellen. Onze werknemers, ja. Die zijn blijkbaar allemaal best wel bang voor mij geweest. Nee, echt? Ja. Veel mensen vinden mij wel redelijk hard en recht door zee. En ik vind jij juist een van de meest zachtaardige personen van YouTube als het gaat om vrouwen. Yes. Ik zou geen zaken willen doen met Marit, want die weet heel goed wat ze wil. Ik weet niet of Dylan daar heel blij mee wordt, maar laten we zaken doen. Hoe is dat bij jullie verdeeld? Is het wel een beetje koning Dylan of is het gewoon Queen Marit? Ik voel me echt wel gelijkwaardig. Maar ik heb ook altijd wel zoiets van, als Dylan uiteindelijk iets wil, dan sta ik daar ook gewoon achter, of ook al ben ik het er niet mee eens. Want weet je, uiteindelijk is het wel zijn gezicht. Als je dan thuis gaat kijken, wie heeft dan de broek aan? Ja, toch wel Dylan. Terwijl, ja, dat ook? Ja, dat, hij zegt waarschijnlijk maar. Ja, echt? Ik ben best wel hard en Dylan kan ook wel pittig zijn. Ja. Die zegt ook altijd, ik heb dat nodig en ik heb dat ook nodig. Oké, dus jullie trekken elkaars broek aan. Het gaat niet alleen maar over kleding dit. Nee. Ja, wel leuk, wat een mooie jas heb je aan. Dankjewel, Noah. Ja. Ja, stel ik ook Noah, die zegt er even wat van, hè? Ja. Dan weet je echt dat je iets moois aan hebt als Noah. Ik voel me nu echt zo Fred van Leer of Leek of Zabel, weet je. Ja. Nu je het zegt, je zou zo in het rijtje passen. Er moet een moment zijn geweest dat jij en Dylan besloten gewoon samen te gaan werken. En dat het meer werd dan alleen vriend en vriendin. Ja, nee, dat ging echt heel erg vanzelfsprekend. Ik was journalist en in mijn vrije tijd hielp ik Dylan gewoon al mee met het opzetten van de video's. Dus zo is dat vanzelf gegaan. En op een gegeven moment, ja, stonden we op een punt van, ja, nu zou het toch wel handig zijn dat Dylan zou uitbreiden. Maar het was nog best wel spannend, want toen verdiende Dylan eigenlijk echt niet genoeg om met z'n tweeën van te kunnen leven. Ja, dus het was echt wel spannend. We hadden zoiets van, we gaan het gewoon doen en we zien wel. Mag ik en dan een hele brutale vraag stellen? Hoe hebben jullie dat dan financieel verdeeld? Krijg jij gewoon een salaris? Is het gewoon sam-sam? Nee, jij mag best vragen hoor. Ik denk dat Dylan... Ik denk alleen dat ik geen antwoord geef. Nee, het is wel heel mooi. Ja. Van Dylan, vind ik. Want we zijn allebei 50% eigenaar van het bedrijf. Zo. Echt zo, en, wauw. Het is wel zo dat Dylan voortzettingsrecht heeft van het bedrijf, wat ik meer dan logisch vind. En hij zei ook altijd, en dat hebben we geleerd van onze adviseur, wie kan delen kan vermenigvuldigen. Ja. En zo ziet hij het ook, hè. Wat goed zeg. Want kijk hoe hard het is gegroeid, hè. Want toen ik begon met Dylan... Oh, jij wil nu even eigen veren je reet steken. Ja, natuurlijk. Ik geef je al het recht. Plus het aanrecht. Nee. Nou, vooral dat. Daar heb ik al die tijd gestaan. Is Dylan jaloers? Ja, best wel, maar ik ook. Botst dat dan niet heel erg? Natuurlijk, af en toe wel, als er drank in het spel is. Wanneer waren jullie voor het laatste jaloers?
Nou, dat is even geleden. Dat weet ik niet meer precies. Maar dat het komt wel eens gewoon op een dronken avond voor, weet je wel. Dat je dan zegt van, ja, maar die chick of ja, maar die gast. Ja, maar die gast. Ja, en dan kunnen we de dag daarna heel erg lachen. Ik hoor wel eens verhalen van mensen die mensen aan het checken zijn of zo. Nou, dat zou ik echt nooit doen. Het is niet zo dat jullie elkaars appjes checken. Nee, joh, alsjeblieft. Ooit wel eens gedaan in het begin? Nee, ook niet. Ook niet Insta? Nee. Dat zou ik dan maar een keer gaan doen hoor, want ik heb Dylan wel eens horen praten. Een getal tussen de 1 en 24. 14. Oeh, ik vind dit altijd wel een beetje een pijnlijke. Oh. Alle mannen zijn hetzelfde. Nee, is dat zo? Nee, dat is niet waar. Ja, want dat hoor je vrouwen toch altijd zeggen, ja, alle mannen zijn hetzelfde. Nee, mannen zijn zeker niet hetzelfde. Tuurlijk hebben ze wel bepaalde kenmerken die wij vrouwen ook hetzelfde hebben. Maar ik ken wel veel variaties qua mannen. Echt veel variaties. Ja, als je Rick inderdaad naast Dylan zet, Nou, dat zijn twee totaal andere mannen. Ja, hè? Toch? En zet Teun er dan ook weer naast. Ja, ook weer. Die zie ik niet, daar kijk ik overheen. Dat doet meer geen man, dat is een kabouter. Maar, zeg het maar. 8. Mannen hebben een lagere standaard dan vrouwen. Van wat? Nou ja, wat denk je zelf? Nou ja, als je naar Dylan kijkt, inderdaad, ja. Die had een hele lage standaard toen die je mij... Ben je nou gewoon jezelf aan het dissen? I know. Nee, joh. Oh, dan kom ik wel meteen op de volgende. Dan heb ik hier nog een. Dan heb ik er hier maar een. Zijn alle vrouwen onzeker? Ja. Maar waarom? Omdat we heel veel nadenken. Maar jullie mannen zijn toch ook wel onzeker? Nou, over bepaalde dingen, tuurlijk. Ja, jouw pipi. Mijn pipi bijvoorbeeld, daar ben ik super onzeker nou, over. Zal dat nummer 1 zijn waar mannen onzeker over zijn? Ja, nou ja. Ik denk dat het meer te maken heeft met leeftijd en ontwikkeling. Zelfverzekerdheid groeit door het maken van je eigen keuzes. En durf daarvoor ook de verantwoordelijkheid op te nemen. Ja, maar vrouwen zijn vaak onzeker ook over hun uiterlijk. Maar ik ben niet onzeker over mijn uiterlijk. Zou je wel moeten zijn. Nee. Zou wel moeten zijn. Ja, thanks voor het opgooien, maar het heel goed. Maar ook al zou het zo zijn, dit boeit me niet zo heel veel. Ja, maar was jij vroeger niet onzeker als tiener? Ja, vroeger. Hoe ik er toen uitzag. En al mijn vriendjes, die hadden chance, jongen, die zoemden de hele club. Kom ik aanzetten. Ik had van die bolle hamsterwangetjes. Een fucking mooie grill. Oké, maar dan heb je het over de basisschool. Ja. Dan is iedereen... Nee, middelbare school. Oh, middelbare school. Ja. Ja, dan word je wel echt onzeker. Maar dan hebben vrouwen ook een hele nare periode. En dan krijg je net van die beginnende borstjes, maar dan nog net niet genoeg voor cup A. Ja. Dus dan loop je met die hemdjes. Oh, ja, als ik ze nu zie, dan denk ik, oh, wat een vervelend. Maar had jij dat dan ook destijds? Ja, zeker. En dan had ik ook nog een beugel. En en dan word je ook maar nog iedereen had toch in die tijd een beugel? Ik ga je wel vergelijken, maar het liefste wil je geen beugel. Ja, natuurlijk. Precies. Want een beugel was zogenaamd stom. Nou, ik heb op dit moment best een hoop mensen ontmoet waarvan ik soms denk, jeetje, had je maar een beugel gehad? Ik bedoel, ik ben even die pijn doorstaan, maar ik ben ontzettend blij met die grote melktanden. Nee, zijn vast. Vrouwen maken overal een drama van. Ja, ik stem voor. Ja, ik ook wel hoor. Nou, vrouwen maken wel echt zo vaak een drama. Als je dat gaat vergelijken met mannen. Ja. Ik heb altijd zoiets van, laat het los, laat het gaan. Ja. Maar vrouwen die gaan dan overal over zeiken en zaniken. Ja, vrouwen die zijn meer bezig met... met hoe anderen over hun denken en hoe zij in positie staan met anderen. En daardoor ontstaat sneller drama. Mannen, dat zie ik ook altijd in het werk en met vriendinnen en zo. En met vrienden. Mannen kunnen heel makkelijk over iets heen stappen. En gewoon en door. Of we geven elkaar een klap en door. En vrouwen, dat gaat broeien. En die zeggen misschien niet helemaal wat ze willen zeggen. En daardoor wordt het nog groter. Ja, die gaan lopen maar denken. Maar wat is drama? Ja, zeg maar. Ja, vraag het aan Paul. Maar... Vrouwen die kunnen eigenlijk geen verhaal vertellen. Die komen niet tot een punt. Ja, dat is echt constant naar. Oh, ik heb er ook eentje uit zitten. Kijk ze dit? Verplicht. Maar wat, jij bent ook een scriptschrijver met de sketch van Dylan Harris. Ja. Ben je het ermee eens dat vrouwen geen verhaal kunnen vertellen? Nee, daar ben ik het zeker niet mee eens. Nee. Maar weet je wat ik ben het wel eens met. Ja. Oh, dit gaat niet lekker uitkomen. Ik vind vrouwen ook niet zo grappig. Zeg maar. Ja, mag ik een high five geven? Maar wacht. Ja. Vrouwen kunnen grappig zijn op papier. Maar de uitvoering, ik weet niet. Ik vind vrouwelijke cabaretiers ook lastig.
fantastisch. Ik heb echt exact hetzelfde gezegd tegen Sofie. Ik vind geen vrouwelijke cabaretier grappig. Ja, vooral cabaret, want qua acteren wel, hè. Dat bijvoorbeeld, ik vind Ilse Warringa echt fantastisch. Ja, klopt. Acteerwerk zeker wel. Maar dan is het te speel. Ja, maar cabaret, grappen maken, dat... Ja. Ja. Ja, dat is een andere maar een taak. Verhaal maken, nee, vrouwen kunnen dat echt wel. En ik ken juist ook echt wel vrouwen die meer to the point kunnen komen dan mannen. Maar is het dan zo dat vrouwen het niet goed kunnen overbrengen? Ja, misschien is dat het. Goed op papier, maar uitleggen dat, dan moet je toch even een man gebruiken. Even totaal iets anders. Ben jij goed in de keuken? Ja. Wie staat er bij jullie thuis in de keuken? Is Dylan dat of jij? Nee, ik ja. Dylan kan nog geen ei bakken. Jawel. En een tost. En een ei koken. En een ei koken. En water. Water kan hij ook koken. Nee, hij kan wel een beetje koken. Hij kan beter koken dan dat hij zegt. Nee, ik hou heel erg van koken. Ik vind koken echt fantastisch. Ja, dus jij vindt het ook geen straf? Nee, helemaal niet. Wat maak je het liefst? Spaghetti bolognese. En dat klinkt echt best wel saai. Ja, maar jullie maken ook hele gekke tosties. Dus vertel. Nou ja, gewoon... Echt Italiaans, weet je wel. Dus je moet helemaal niet zoveel tomatensaus hebben. Maar je moet echt zorgen dat die saus helemaal in vlees. Maar dan echt ook gehaktballen en zo. En lekker knoflook in. Ja, dat doe ik altijd. Van die worstjes, van die sausijzen opensnijden. En dan maak ik daar van die balletjes van. En dat noem je dan een spaghetti bolognese? Ja. Oh. Spaghetti alla espero. Alla espero. Dat vind ik leuk om te maken. En verder, dumplings en zo. Chinees koken, dat vind ik ook Maak je die zelf? Ja. Echt? Ja? Dat is wel heel lekker inderdaad. Ja, dat is heel Wat eten jullie vanavond? Ik heb serieus... Ik heb straks mijn break van mijn ritje. Ik heb al 8 uur gereden vandaag. Dus wij eten vanavond bij de snackbar. We komen met Mari besproken. Ja, sorry. Ja, vanavond heb ik dus geen zin om te koken. Ja, ik zeg hier wel dat ik altijd kook, maar... Ja, want jij moet je natuurlijk helemaal opmaken. Helemaal optutten voor vanavond. Ja, precies. Ja, douchen en dan weer dat gezicht een beetje fatsoeneren. Jullie hebben een heel vet jaar gehad, mag ik wel stellen. Zeker met ook de bioscoopfilm. Komt er een deel 2 aan, Marit? Kom, een lachje. Nou, er is nog helemaal niks, zeg maar, wat er ligt. Geen script, geen idee of wat dan ook. Maar ik moet zeggen dat bij Dylan en mij beiden eigenlijk, nu die op Netflix staat, begint het wel vet is dat, te kriebelen. Want kun je daar wat meer over echt vertellen? Hoe gaat dat? Komt Netflix naar je toe en zeggen, yo, what up, gangsters uit Venray, ik wil je film op Netflix. Dat was precies hoe Netflix was even. Wat vet! Yo, gangsters uit Venray, zag ik een mailtje. Ik dacht, ja, het zou Nee. Dat soort Ted Sandros, de chief van de dingen. Zei, yo, what up, gangsters van Venray, how you doing, lads? Wie kan beter inparkeren, jij of Dylan? Dylan. Ja, kan jij niet inparkeren? Nee, ik kan ook überhaupt niet rijden. Of ja, ik kan wel rijden, maar ik hou niet Ik doe dit nu rijden. Uit mezelf. Hè. Ik weet gewoon dat ik hier naar links moest. We zijn er. Dus ik ga niet voor jou inparkeren. Nee, lijkt me ook niet verstandig. Deze auto is van je neef. Ik ga zelf ook niet inparkeren. Ik zoek een mooi plekje daar zo verderop. Ik blokkeer die Tesla van Dylan. Hè, en die Polo. Huppatee. Het zie je. Hey. Veel plezier vanavond. Dankjewel. Jullie zijn ook. Wij zijn ook uit. Wat is YouTube toch echt, hè? Voor het shot moet je even naar buiten lopen. Oh. Ja. Ja? Zullen we dag, Marit! Doei! Alles gezellig! Volgende keer bij jou! In de taxi! Doei! Doeg! Wat een tof vrouw, hè? Dit was Fake Taxi voor deze keer. En wil je nou zo'n Pondhub hoodie hebben? Dat kan. Je kan hem namelijk pre-orderen in de videobeschrijving. En dit zie je volgende week. Meisje! Kijk je porno? Porno, ja. Maar ik heb geen fake taxi. Ga maar heen. Ik vond het wel leuk om jongens te ontmoeten. Dat is hoeveel, hoor. Ja, iedereen denkt nu echt fake taxi.